Ik ben Koning Herbos van Brabant Water. Hilde van Raa, ook van Brabant Water. Dames en heren, vandaag is Brabant Water op bezoek in het museum Oud-Oosterhout. In het kader van een project teambuilding zijn 4 dagen de mensen van Brabant Water op bezoek. Alle dagen met 75 personen en ze hebben hier als workshop het creëren van een kunstwerk. Het kunstwerk wordt aan het einde van de dag dan gepresenteerd en na 4 dagen dan is er een totaalwerk wat dan misschien bij Brabant Water op het hoofdkantoor een mooi plekje vindt. De mensen zijn verdeeld in 7 groepen en ze zijn dus ook op 7 locaties bezig met een kunstwerk. We gaan even kijken bij 1 groep. Stel je voor, zijn we aan het Pointy Sisters. Maar het is de dames van het bureau Soef. En die willen heel graag Soef. Wij zijn van Atelier Soef. Wij gaan jullie vandaag helpen en begeleiden om een kunstwerk te maken, met z'n allen. Nou, ik wil ze even voorstellen, Afke, Lian en ik ben Marieke. Wij gaan jullie dadelijk begeleiden. Jullie zijn al verdeeld over 7 ruimtes. Wij gaan met z'n allen een heel groot kunstbiljet maken, een houtbiljet. Als het goed is, komt daar een blaadje van. Nou, is dit een voorbeeld om jullie een beetje een indruk te geven van wat het idee is? Dit gaat natuurlijk niet precies worden. We gaan werken met hout, met heel veel kleuren. Het gaat een heel lang kunstwerk worden, maar omdat we met z'n 70 niet aan 1 grote kunstwerk kunnen werken, gaan we de 7 groepen gaan allemaal een kleiner kunstwerk maken. En die 7 kunstwerken worden dadelijk allemaal gecombineerd aan het einde van de dag op 1 kunstwerk. Dus er gaan 7 dingen gecombineerd worden. Het thema van vandaag en van het kunstwerk is water en verandering. 24. Ja, naast elkaar. We hebben het blauw, het komt op tegen. Kunstwerk maken, hè? Iedere groep maakt een kunstwerk. Ja, dan groot. Ja, ik heb niks. Ik moet even een kwartje hebben. Een kwartje desnodig. 7 groepen. Naast elkaar. Ja, ze zitten nog op 7 locaties. Ja, dat is een beetje. Ja, dat klopt. Ja, en dan staan we dan moeten niet boven elkaar in. Daar staan we nu voor. En dan moeten we wel zo doen. Maar niet, zeg maar, niet boven elkaar. Nee, maar dat hoeft ook niet alles te drukken. Mag wel. Mag wel. Je moet even die verdeling maken. 24, dus 300. Als dit plaat is, dit is 365, dat is het grote getal. Even kijken en dan 20. Dan moet wel iets zorgen, hè? Dan pakken we 2. Dan moet uitgezorgd worden. Dan pakken we 2. Dus dan moet je erop tekenen. Je ziet hier 1 groep bezig die, met het kunstwerk. En 1 van de 7 locaties waar ze nu bezig zijn. Jullie gaan dadelijk vormen schetsen op die A4'tjes. Jullie hebben stukjes handen gevonden. Dit zijn de grootjes van de stukken die erop komen. Je kunt geen hele grote vormen maken. Want het moet uit dit hout komen. Ja? Oh. Jullie schetsen, met het schetsen, ja, jullie hebben waarschijnlijk het thema, water en verandering. Kijk wat je daarmee wil. Misschien dat je met z'n allen een plan hebt van nou, die kant gaan we op. Ja, probeer dat te vertalen in vormen. Het hoeft allemaal, abstract kan heel makkelijk. Het hoeft niet te concreet, hè? Dus het hoeft niet huisje, boompje, beestje en zo. Hè? Maar het kunnen ook gewoon, met abstracte dingen kun je misschien ook dingen uitbeelden. Ga er gewoon een beetje mee spelen. Dus schets een beetje, knip het uit. Als je de schets uitgeknipt hebt, en dan ga je eens kijken van hoe is zo'n compositie. Uiteindelijk gaan we ook nog met kleur werken. Dus het is een beetje een proces waar je mee bent. Deze groep is bezig met het, voor het kunstwerk. En het onderdeel waar ze nu mee bezig zijn is schetsen. En zoals de opmerking net al geplaatst wordt, het schetsen onder zijn verbazing dat ze hier nog direct iets voor elkaar kunnen bastelen. Dit is een flap over deze. Dit is een flap over deze. En hier misschien een oog. En dan moet het daar doen. Een halve oog voor een combi van. We gaan over de berg. Zoiets, over een berg eerst. En
En dan gaat hij naar beneden en dan naar de zon. En dan de piek 2016. En dan ga je rustig vaarwater door de visjes en richting de zon. Ja. En liefde. Je ziet toch zulke kritten. En liefde. En liefde. Gewoon poeder. Een wazig. Een wazige tijd. Een mistige tijd, zullen we zeggen. En we kunnen ook een stoeltje maken hier in die zon, want daar lig jij en Frans en Peter liggen tegen die tijd lekker gewoon tegen in de zon. Ieder zijn creativiteit. Ja, zonder dat mengen. Ja. Kwijt, maar volgens mij moeten we allemaal een soort onderdeel uiteindelijk uitspraken. Ja, dat zeg ik al. Dan kan ja. Iedereen dag specifiek zeggen, nou ik maak. Dat je gaat zitten en het project inhoudelijk doorspreekt. Op efficiëntie, dat is wat jij zei Hans. Maar die haalt een aantal deuren ook aan, die project, en die zegt, kom eens even hier zitten, dan hebben wij het over dit project. Wij hebben daar nou, en of er nou in de sleutel is, of op een lunchlocatie, of in, maar dat is volgens mij wat daar mee mogelijk. En processen door elkaar was, dat het uitgangspunt is. Dus dat we eigenlijk een beetje bij zelfsturende teams, en dat moeten we misschien nog meer doen, dat proces wat we daarbij hebben, dat plaatje wat we gemaakt hebben, dat nog beter. Volgens mij staat daar alles wat we gesproken hebben, maar dan een beetje naar het thema. En dat is dus toekomstbeeld 2016, daar zit zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in. En dat hebben wij nodig omdat in 2016 zeg maar dus voor elkaar te hebben. Wel mooi. Bewegen naar die zonnige toekomst. Ja, dat ja, vind ik dan wel mooi dat hij op elkaar ligt. In elkaar vloeit of iets. Ja, maar je moet in de hoogte, hè? Dus je kunt dit als basis gebruiken. Ja, dat kan. Maak je daar bovenop. En daar bovenop en dan bouw de tijd. Dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi iets. Maar nou het volgende. Eén zo'n ding is maar zo groot, dus dat is de basis. Ja, maar je hoeft niet heel dit. Je zegt ook, je kunt ook alleen dit gedeelte bijvoorbeeld pakken moet niet en dit. Nee. Vervolgens komen hier dan die medewerkers op te liggen, snap je? Ja. Maar ja, dan hebben we natuurlijk nog wel wat ruimte hier aan de zijkant. Want dit was de grootste vorm dadelijk. Meerdere stukken maken. Ja. Mag niet groter dan een A4. Nee, ik zei al. Het grootste voorwerp wat we kunnen maken. Het grootste voorwerp, ja. Oké. Ja. En dat betekent dus die cirkel, dus die zon die komt dadelijk hier, die halen we dan hier uit. En die komt in het midden naar iets werk. Kijk, er wordt nog even opname gemaakt. Hallo, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent? Van Zalingen, Dolf. En uw naam? Thea van der Meijden. Met de organisatie van deze dagen. En dan eigenlijk ook een beetje samenwerken met het museum. De mensen van het museum. Mag ik dat eerste baltje horen? Doe maar. Goed wel. Leg er maar eens een tegen. Thank you.
Je moet zo. Zo moet het zitten. Hier, weg naar beneden. Ja, ja, Marieke, die heb ik al in beeld. Ja? Groot, hè? Met de achtergrond. Afgewoon tegen. Ik peer er nou wel uit. Ja, je peer er nou niet in. Oh, zie je wel. Leuk gezellig. Dat kan je ook niet vertellen. Doet je alle dagen, toch? Doet je alle dagen. Is dat zo? Dat doet je alle dagen zagen. Kun je zagen. Ja, ja. Ik zag ook iedere dag. S'nachts. Van figuren. Allemaal goed, hè? Denk je dat we gelijk hebben of niet? Nee, nee. We hebben de helft nog niet. Een gootje. Of een andere hart. Wat dan wat? Ja, je ziet terwijl het werkt. Een druppel. Muziek te laten werken. We hebben een druppel. Of een volgens mij is dit te veel. Dat hebben we niet gedaan. Oh, dat is de zon. Ja. Zit ik jouw verkoop even uit? Ja, dat is een verschil. Oh! Dat moet een kleur worden. Dat moet een kleur worden, ja. Dat is de maquette. Ja, waar staat het voor? Ik denk dat we op de goede weg zijn. Ja, waar staat het voor? Wat het voorstelt. Ons heden en onze toekomst. Ah. Zoals wij Brabant Water zien door onze ogen. Brabant Water. Brabant Water. Brabant Water. Ja. Het is mooi hoor. Zonnetje in huis, Laura, hè? Voor zolang het duurt, hè? Twee zonnetjes, hè? Zonnetje staat ervoor, hè? Even kijken. Ja, pijl, deze een van die groene pijlen ook op een. Ja, dat is ook de middelste van. Laura. Laura. Dit is Laura. Laura. Laura zetten. Deze overzetten. Laura. Hey, ik plak niet hier op. Een hele mooie meid. Daar kun je alles aan kwijt. Ik blijf die plak op film. Zo. Ik ben lang straks. Hier heb ik hier. Goed. En is het goed bevallen vandaag? Ja. Ja hoor. Ja? Sta je zin? Absoluut. Is voor herhaling vatbaar? Zeg je? Zeg, het weer hebben we mee. Ja, het weer mee. Dat scheelt ook veel. Ja. Het was regen, dus... Ja, zeg dat die... Oh, de klok. Nee. We zijn zo creatief bezig vandaag. De blok van mij. Ik ben er altijd voor in. Dat mag ik zeker. Ja. Dat is de Adonis-wereld, hè? Oh. Ja, proost op Brabant Water. Proost op Brabant Water, hè? Dames en heren, het is niet alleen zo dat u ons mooie museum kunt bezoeken, maar ook wij kunnen een mooie workshop voor u organiseren. We hopen dat de mensen van Brabant Water een leuke dag zullen hebben, dat ze een wat opsteken en ook als ze klaar zijn met hun project, ons nog eens bezoeken in het mooie Oosterhoutse museum van Museum Oud-Oosterhout. Ik dank u wel. Dat mag je zeker.